The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Yo, nou daar zijn we dan. Karpendonkse plas. En het is een beetje donker. En dat komt omdat het momenteel 4:08 is in de ochtend. En ik ben vandaag naar de kapper geweest. En er is weer een hoop gebeurd hoor, deze week. Ik vond het wel een klote week weer. Ik heb soms momenten dat ik genoodzaakt ben om stil te staan. Tenminste, in die ontspanning te gaan. En dit was het tegenovergestelde, bewegen. Ja, de laatste paar dagen was pittig, man. Ik zat bijna tegen een soort van, hoe zeg je dat? Paniekaanval aan, een paar dagen terug. Begin van de week een beetje. En ja, gisteren leek het net alsof ik, tenminste niet alleen gisteren, maar ik heb al een paar dagen dat ik in één keer zo'n moment krijg dat ik denk van er gaat wat gebeuren, weet je, in de zin van met mijn hart of zo, of ik wil het niet echt in existence spreken, maar bij pastoraal zei hij ook, je gaat hier uitkomen, weet je. Daar houden we ook ons eigen aan vast. Maar gisteren heb ik in een ander parkje. Daar heb je zo'n stuk hout. Ja, zo'n soort van hout op elkaar, een beetje lagen. Bij het water. En daar heb ik denk ik toch wel 5 uur gelegen of zo, man. In de zon lekker. Af en toe een beetje slapen. Want ja, thuis lukt dat niet echt heel goed, weet je. Vandaag ook, ik denk, of tenminste, ik ben dan in die ontspanning gegaan, weet je, omdat ik gewoon te veel spanning had. En, hoe noem je dat? Toen ben ik, nog een beetje overal een beetje gegaan. Maar gewoon rustig gedaan, weet je. Kom ik thuis, ik denk, ik ga lekker douchen. Gooi een slaappilletje in mijn mik. Maar die fuckers boven mij, dan gooien ze zeg maar die energie op jou, waardoor jij niet kan slapen, waardoor je in die spanning komt, snap je? Dan hoor ik ze van, ja, hij zit hoog. Ik dacht dat ik al ontspannen was, maar blijkbaar zit ik nog hoog. Nou, wat ik toen heb gedaan, ik heb mijn spullen gepakt. Ik ben weer naar dat parkje gegaan, ben ik daar weer gaan liggen. Maar je hebt daar zeg, ik heb wel volgens mij 3 kwartiertjes geslapen of zo. Maar tegenover die meer heb je ook bankjes. En volgens mij zat er zo'n pol te zuipen. Maar die zat allemaal te bellen en zo, volgens mij, man. En dan heb je die ganzen ook nog die hier fucking veel lawaai maken. Dus toen ben ik daar weggegaan. Dan ben ik heel moeizaam hier naar de Texaco gefietst. Bij de berenkuil, daar heb je zo'n pompie. Daar heb ik een broodje Mexicano en een kaasbroodje gehaald en een theetje. Voor die twee moest ik 2,25 betalen. Dus ik betaal zo, weet je, met dat pin gebeuren via mijn telefoon. Maar ik had die beker in het midden gezet en ik had die straal. Ik denk, oké, gelijk terug. Ja, was maar een half cupje. Half heet water voor €2,25. Maar ja, er zat nog thee bij natuurlijk. Die kun je kiezen. Een honing en zo. Maar ik had geen honing gepakt. Dus ja, ik had zoiets van, weet je wat... Ik vond het wel, ik zag de humor er wel van in, weet je. Ik ga
alvast oefenen voor als ik daar soeverein ga. Maar het is toch best pittig hoor, ga ik je eerlijk zeggen. Die kou en zo. Ik heb dan 2 dekens meegenomen, maar ja, dat heb ik niks mee gedaan. Nou zit ik hier in een speeltuintje. En het was hier net echt heel donker, je zag niks. En nu begint de zon een beetje te komen. Dan zie je weer wat. Maar ik denk dat ik in dat speelhuisje nog even ga liggen of zo. Even een beetje tot rust nog komen, weet je, voordat ik daar naar huis ga. Ik zal vandaag eigenlijk gaan sporten met die meid. Het was open dag, zeg maar, bij... Dat is mijn powerbankie die valt. Bij de sportschool. Maar ze kon geen oppas vinden voor de dochter. Dus ik had zoiets van, nou ja, weet je wat. We kunnen nog een andere dag van de week gaan, misschien maandag. En toen had ik zoiets van, wie zin om te gaan picknicken, weet je. Bij dat park heb je ook zo'n speeltuin, toch. Ik ken die kleine lekker spelen. Vond ze wel een goed idee. Zou eigenlijk gaan barbecuen. Maar dat ging ook niet door, omdat ze niet weten hoe ze dat ding maken krijgen. Nou ja, in principe is dat niet heel moeilijk. Gewoon een vuurtje kolen erop en klaar. Maar ik heb thuis zo'n mini barbecue setje. Toen had ik zoiets van, ja, zou ik dan hot dogs gaan maken of zo? Dat is altijd weer iets wat kinderen lust. Maar blijkbaar is dat heel moeilijk met eten, die kleine. Warme maaltijd loopt ze voor bij het ziekenhuis. En dus eigenlijk wat ze lust is eigenlijk alleen pizza met salami. Nou ja, het is niet echt gezond, weet je. Maar goed, kan ook leuk zijn toch. En makkelijk, ik kan gewoon laten bezorgen. Dus ja, we zien het wel, weet je. Lijkt me wel leuk, maar ja, hoe ik erbij zit, nou, ik weet niet, man. Ik ben weer een nachtje doorgegaan. Een soort van, weet je. Dus we gaan het zien, man, hoe dat allemaal gaat lopen. Maar, ja, joh. Het is wel pittig de laatste tijd, man. Wat is dat nou weer? Er was geen konijn. Daarnet zag ik welke. Het was een soort van katachtig iets, man. Maar goed, joh. Ja, verder. Pittig. Ik heb weer zitten zoeken en zo op internet. Misschien is het toch wel bipolair of zo, man. Weet je, maar ik begin het nou te zien hoe dat allemaal werkt met dat energie. Ze geven natuurlijk benamingen en ze hebben andere percepties vanuit zorg en zo. Maar het heeft gewoon te maken met energie en zo. En dat zie ik nou. Dus ik heb mijn psychiater een mailtje gestuurd. Dat ik, ja, toch wel, ik wil met hem over praten om, ja, misschien toch wel aan de medicatie te gaan. Maar dan niet voor lange termijn. Maar gewoon om dit op te lossen, weet je. En gewoon opbouw en afbouw. Dus ik zat even te kijken. Ook bij high sensitive gedoe. En weet je. Hoe zeg je dat? Spanning en ontspanning en aarde. Want ik kan niet aarden. In principe dan loop ik leeg. Dus dat is al niet goed. En ik ben al eigenlijk te ver. Dus dan is eigenlijk opname en medicatie de noodrem. En ik ga nou aan de noodrem trekken, aan de bel. Dus ik zat te denken aan lithium medicatie, maar dat moet je jaren gebruiken, heb ik gezien. Dus dat is ook geen optie, maar ik ga het er wel voor over hebben. Met die psycholoog of met psychiater. Ja, en verder. Ja, het gaat gewoon, weet je. Het gaat gewoon. We leven nog steeds. Maar het is af en toe wel pittig hoor. Dit. Tenminste waar ik in zit. Het is echt dat uiterste, weet je. Of laag of hoog. Maar ik heb het allebei eigenlijk tegelijk. Dus het is heel raar. Ja, voor andere mensen is het een beetje moeilijk om te begrijpen allemaal. Maar ik zie het, weet je. Als ik het maar begrijp. Maar ja, ik ervaar er wel een soort van last. Nou ja, last. In principe, weet je, als ik alleen ben, heb ik er niet zoveel last van. Maar mensen om me heen en dan gaan ze wisselwerken en dan zitten ze er bovenop.
Weet je, met die wisselwerking, die cirkel. En dan douw ze me eigenlijk naar beneden. Waardoor ik zeg maar constant moet bewegen. Of in die spanning moet gaan. En dan gooi je ze energie erop. Dus het is een cirkel wat steeds rondgaat. Waardoor ik zeg maar in een negatieve spanning kom. En hun in een positieve. Snap je wat ik bedoel? Dus dat eigenlijk, man. Nou, 10 minuutjes volgeluld. En op naar het volgende filmpje. Ciao.